ben dus inderdaad referee ambassador. In het verleden ben ik zelf scheidsrechter geweest. Onze belangrijkste functie is sfeer scheppen. Sfeer scheppen in die zin van een sfeer van respect voor de scheidsrechters. Een sfeer scheppen naar jongens toe die zich geroepen voelen om te beginnen met het refereeschap. Een sfeer scheppen dat ze hier kunnen groeien, dat ze hier een talent kunnen ontwikkelen. Dat ze inderdaad dat ze aan hun zelfvertrouwen kunnen werken. Een klimaat creëren waarin dat er aandacht is voor de ref. En we zien eigenlijk het kwaliteitsniveau van de refs stijgen. Hey, ik ben Niels Rokker en ik ben 16 jaar. Ik heb gekozen voor scheids omdat ik dan vanaf kleins af begonnen ben. En door de gelegenheid dat ik de cursus kon volgen op scheids bij AA Gent, heb ik die kans natuurlijk niet laten liggen. En heb ik de cursus meegedaan en ben ik officieel scheids geworden. Onze refereeambassadeurs zijn Luc en Herwig. Hun taak bestaat er eigenlijk uit om beginnende scheidsrechters te begeleiden bij hun eerste wedstrijden. Ze zorgen ook zeer goed voor ons. En als er problemen zijn, kunnen we altijd bij hun terecht of vragen hebben ofzo. Dus ja, ze zijn zeer goede opleiders. Ik ben Jent van de Velde, 18 jaar en ben scheidsrechter bij AA Gent. Scheidsrechter heeft me altijd geboeid, omdat vroeger deed ik voetbal, maar dat was niet zo goed. En ik was altijd wel gefascineerd door het scheidsrechter, hoe dat dan zit. En onze referee ambassadors zijn Luc en Hedwig. Ze steunen ons in onze opleiding. Ze geven ons nog extra tips bij wedstrijden. En als we het bijvoorbeeld moeilijk hebben door een slechte wedstrijd, helpt ze ons bovenop. Ik merk een groot verschil wat de arbitrage betreft dit jaar tegen vorig seizoen. Elke wedstrijd zijn er arbiters. En bovendien zie je ook een grote evolutie als je de arbitrage ziet. Nu tegen het begin van het seizoen zie je toch wel dat Luc daarmee begaan is. De mensen krijgen opleiding en zie je een evolutie. En dat wordt zeker geapprecieerd door onze ouders. We hebben eigenlijk het probleem bij de club zelf gelegd. Dus zij hebben scheidsrechters nodig sinds de jeugdcompetitiehervorming nog meer dan vroeger. Zij gaan dus eigenlijk refs zoeken in eigen midden bij hun jeugdspelers, die refs opleiden. En eigenlijk merken wij nu dat in de provincies die doen, dat tot 75% van de refs die officieel voor de voetbalbond beginnen te fluiten, dat die een geschiedenis hebben van clubref. Under your control.